Oké, Maarten, we zijn hier op een locatie, Hallenbaai. De Hallenbaai is bekend bij heel veel wielrenners, Limburgers uiteraard ook. Het is een beetje de overgang, connectie tussen Nederland en België. Nederland, België. Ja, ja, en de Hallenbaai, die beklimming, Code Hallenbaai, Code Lix wordt die ook wel genoemd. Zeker als je dan vanuit Lix doet, de korte, steile kant. Die we zo meteen gaan doen. Die we zo meteen gaan doen. Ja, ja, ja. Ja, we hebben daarnet ook een profrenner zien passeren. We weten dat Philippe Gilbert dit vroeger soms in een trainingsparcours stopte. Nochtans, spuuglelijke klim. Eerlijk. Ja. Je ziet het ook in de omgeving hier. Het is, overal zijn er zandafgravingen. Dus er zijn vrachtwagens die constant over die weg heen rijden. Het is een hele brede baan, daarom juist. Hè. En, ja, weet je, het is een kort, vies stijl ding. Maar deze is wel echt vies, omdat er overal zand ligt, rommel wat van die vrachtwagens afgereden is. En ja, je hebt geen uitzicht. Ja, hier dan. Ja, maar, het decor is ook een beetje industrieler. Het doet al een beetje denken aan de Waalse klassiekers. Exact, exact. Maar goed, we moeten erover. We hebben het zo gepland. Ja, jammer. Dus, inderdaad. Nee, ja. 800 meter, bijna 9% gemiddeld en maximum 12%. Ja, kijk, moeten we gewoon doen. Ja, en als je de top, zeg maar, die afbolt niet meeneemt, hè, dan wordt die steeds steiler. Dus, en de aanloop niet meeneemt. Laat ons dat toch maar erbij nemen. Ja, dat is goed. Oké, doen we. Yes, let's go. Lau. Ja. Begin eraan. Heerlijk, ja. Heerlijk klimmetje. Ja, drukke weg. Drukke weg. Veel vrachtverkeer. Ze rijden als mallen hier. Oh, en zo'n brede weg. Ja, het lijkt alsof je niet vooruit gaat komen. Daar ben ik al zeker van. Het voordeel van zo'n brede weg is dat je niet ziet hoe steil die echt is. Oké. Dat was een voordeel. Maar je voelt het wel. Dat valt tot nu toe. Ja, zeker. Allemaal zo. Je voelt hem al wel meteen, hè. Je ziet gelukkig wel de top. Dus je weet waar je naartoe gaat. En dat hij dus niet zo lang is. Was jij een ondanceuze klimmer? Op dit soort klimmetjes wel. Maar meestal als je langer klimmen, dan vond ik het altijd wel lekker om in een ritme te komen. Maar ja, dit zijn gewoon te kort. Ja, je moet je ritme. Ze moeten gewoon even overheen. Machtsklimmetjes. Ja. Dit zijn van die klimmetjes waar je gewoon get it over with, weet je wel? Hoppa, erover. Wat ik ook meteen merk, is dat je in België bent aan het asfalt. Het wegdek. Klassieker. Ja. Hier en daar wat gaten. En we horen ook wat spoorvorming hier ook. Oh, zo gladder. We hebben ons voor alle veiligheid 10 meter van de hoofdweg gezet. Want het is echt geen pretje, door het verkeer vooral, om hem hier op te rijden, om op te fietsen. Nochtans, veel fietsers gezien, merkwaardig. Ja. Ik wil zeggen dat de Hallenbaai wel een naam als een klok is bij fietsers. Dat klopt wel. Helaas niet de allermooiste. Nou ja, weet je, het is natuurlijk best wel een vies, best wel een goede klim. Leuke klim om te rijden ook, maar het nadeel is gewoon dat het gewoon zo druk is qua verkeer. En weet je, hij wordt in heel veel routes opgenomen. Puur omdat het echt wel een iconische klim is ook in de omgeving. En ik vind het gewoon jammer dat het zo ontzettend druk is. Nogal wat cyclotochten ook, ja, maar ook zeker. Een verleden in de koers. Ja, vaak in de Amstel gezeten, absoluut. Tot de Kouberg erin kwam in 2001. Ja. Vaak in de finale van die Amstel Gold Race. Ook in Luik-Bastenaken-Luik opgenomen. Ook de tourversies allemaal. Ook, dus het heeft wel wat. Alleen, het is geen kronkelend wegje. Nee. Dat small. Idyllisch in de natuur omhoog loopt. Nee. Dus toch het bedenking. Het is gewoon get it over with. Ik zei het net al op de klim. Je moet er gewoon op rammen, overheen rijden en dan hup naar de volgende. Snel wegwezen hier. Oké, hup naar de volgende. Ja, snel wegwezen, dat gaan we nu doen.